hele goede morgen. Het is zaterdag, dus welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is 9:50. Ik zit in de auto zoals je ziet. Ik heb van alles en nog wat mee. Ik ga op naar Heer Hugo Waard, naar Suus. Gezellig een dagje daar zijn. We hebben wat plannetjes om op te nemen. En gewoon zin om gezellig bij te kletsen. Ik heb mijn winterjas maar weer eens uit de dingen gehaald. Of ja, van de kapstok af gehaald eigenlijk. Hij zit iets wat ruim, zullen we maar zeggen. Maar goed, ik ben ook van plan iets op te nemen waar ik deze jas wel heel erg leuk bij vond. Dus dat gaan jullie, als het goed is, de komende tijd zien. Ik ga eerst maar eens even tanken, want mijn tank is goed leeg. En dan op naar Suus. Ik zie jullie daar. Nee. Ik ben in het Vraag het Suus decor. Dit is gewoon mijn huis, hoor. Ja, het is wel echt echt. Het is geen decor. Maar ik zei net tegen Suus, zo voelt dat wel een beetje als ik hier binnenkom. Omdat je natuurlijk zo vaak het op televisie, of ja, in mijn geval op de laptop ziet. Dan voelt het wel een beetje zo. En sorry mam, even je ogen dicht. Oh, volgens mij zie je ze toch niet. Nee, je ziet ze niet. Maar wie is nou wie? Hier woont Squirtle. Hier woont Squirtle. En daar woont Dobby. En daar woont Dobby. Die Dobby kunnen we wel even... Het is toch geen Lord Hamstermort geworden? Nee, het is toch een echte Squirtle. Oh, maar Squirtle vind ik ook heel erg leuk. Kijk, hij vindt het niet... Niet kijken, mama. Hij vindt het echt niet zo heel leuk, zo 's ochtends, maar... Hallo. Je hebt helemaal nog kleine oogjes. Ja, maar het is, zeg maar, het is nacht voor mij. Hallo. Je bent wel heel erg leuk. Ja, nou, heel schattig. Gaan we lekker laten slapen. Laat ze laag gaan vloggen. En dan nu met mijn eigen camera, want net pakte ik die van Suus. Want die ziet er redelijk hetzelfde uit. Maar Suus, ja. Wil je die tas even pakken? Die is blauw of nee, roze? Nee, die blauwe. Oké, okay, nou die is roze even op. Want er is er bijna eentje jarig, jongens. Ja. Over zes nachtjes. Zes nachtjes slaap. Maar dan ben ik niet hier. En nu ben ik wel hier. Ja. Dus je mag uitpakken. Oh, wat leuk. Nou, dan moet ik even mijn camera neerzetten. Want dan moeten we even filmen. Dus we doen even. Ja, we hebben inmiddels ook een bakje koffie. Je wordt duo gefilmd nu. Ja, nou ja, kan je wel tegen, hè? Ik gok dat we dat de hele dag... Oh. Het is een beetje een verwend pakketje. Oh, en, het papiertje alleen. Nou, maar dat, jongens. Maar echt hoor. Ik heb het gisteren ook natuurlijk in mijn vlog ingepakt en zo. En het papier laat, ik ben helemaal weg van dat papier. Het is echt superleuk, ik ga het bewaren. Ik vind het zo tof. Ik heb ook een stuk bewaard wat ik over had voor in mijn bullet journal. Ja, oh, dat moet je doen. Want het is zo'n leuk papier. Ja, want als jullie nog niet kijken, dan moeten jullie dat wel gaan doen. Naar de bullet journals van Bianca en Janneke en Ronald. Dinsdag komt hij voor jou online? Ja, dinsdag. Want dan heb ik net genoeg tijd om... Oeh, oh, wat tof. Ik vond het zo leuk. Een maskertje voor iedere dag. Een maskertje voor elke dag. Oh, het is een tas vol cadeautjes, jongens. Ja. Oh, nog weer dat leuke papiertje. Ja, mijn inpakskills zijn niet zo best. Maar... Oh, dat is toch ingepakt? Ja, dat. Het is ingepakt. Daar gaat het toch niet om? En die verpakking vond ik ook zo tof. Oh, ik denk, een handcreme kan je nooit genoeg hebben. Nou nee, zeker niet bij mij. Net daarom. Hoe vaak ik mijn handen niet was op een dag. En ik krijg dus inderdaad hele droge handen. En de winter komt eraan, dus dan is het helemaal lekker. Maar die verpakking, en ik vond het zo uit allerlei leuk. Landen. Wacht, ik moet weer even opstellen. Hou erin zitten. Dat is, het is meer een grapje, omdat ik dacht, dat is volgens mij gewoon leuk. Nee. Oké. Okay. Nee, dat hoeft niet. Volgende. Ik vond deze gewoon echt leuk. En in de juiste kleur als het goed is. Paars. Oh, wat schattig. Het is gewoon handgel. Hij is briljant. Het is toch lachen. Hij is echt superleuk. Dat hondje wat erop staat vind ik ook zo grappig. Ja. En dan nog een pakketje. Ja. Weer dat leuk. Volgens mij omdat je in ieder geval dat graag gebruikt, dacht ik. Als ik het mis heb, sorry. En ik vond hem heel lekker. Even kijken waar het op gaat. Ik heb ook nog allemaal verjaardagen. Ik probeer dit open te pielen, maar echt lekker gaat het niet. Oh ja, die is echt heel lekker. Ja. Toch? Ja. Ja. En weet je wat het ergste is? Hij was op. Oh, en ik zag eigenlijk net van, ik moet nieuwe halen. Kijk, komt dat even lekker uit. Nou, de setup
staat klaar. Daar staat een camera. Daar staat een camera. Hier hebben we thee. Ja. We gaan een Q&A opnemen voor Suus. En wanneer gaat die online komen? Zal ik even kijken in mijn agenda? Want dat heb ik opgeschreven. Het is heel erg. Dan weten we ook wanneer ze kunnen, zien. Dan moet ik even spieken hoor in mijn agenda. Die komt waarschijnlijk 15 en 16 oktober online. Want ik heb zoveel vragen. Ik denk niet dat het in één keer 10 minuten klaar is. Nee, precies. Gok ik. Nou, dus, oké. Een uur later. Maar de Q&A staat erop. Ja. Ik heb mijn jas aan. En Suus ook. Ja. En nu, nu er goede jas, want ze had net een jas aan. Daar kon een Suus bij. Nou, wel twee Suus denk ik in dit maatje. Nou, dat was echt. Er kon wel nog wel een Suus bij, ja. Maar waar gaan we, kijk, wat gaan we doen? Deze is ook al niet klein meer, hè. Nee, maar als je er een trui onder moet, is het wel lekker als het een beetje ruim zit, vind ik, met een winterjas. En hij zit gewoon, hij is heel lekker warm en hij is winddicht. Dat vind ik wel fijn. Heerlijk. Gaan we doen? We gaan nog een stukje intro opnemen en dat gaan we buiten doen. Dus vandaar het statief. Sorry, ga verder. Camera gaat mee, statief gaat mee. We gaan naar buiten, een beetje hersenspeelden schieten. En we hebben een scriptje gemaakt en ik had dus drie clipjes die ik ervoor wilde gebruiken. En al vloggende hebben we er al twee. Dus dat is fijn. Ja. Dus we hoeven er nog maar één. Ja. En voor jou nog twee, toch? Ja, twee nog. Maar die derde weet ik nog niet wat ik wil. Nou, dat gaan we verzinnen. We proberen een stukje dus intro voor mij op te nemen. Maar ik ben al gelijk helemaal weer... Want ik wil natuurlijk bomen en zo. Dus we gaan even kijken hoe het eruit ziet. Want mijn idee is dan om zo te vloggen. En nou nog even leuk lachen, want je laat het nu... Ja, het moet ook leuk zijn, hè? Dat is wel waar. Oké, nog een keer. Oh, ik krijg een lamme arm hiervan. Misschien iets hoger. Dat is misschien nog leuker. Lach ik weer niet misschien? Nee, nou lach je weer niet. Je moet even iets uitzoomen. En dan ga je nu nog een keer. Nog een keer? Eén, nou, oké. Zo, we hebben de intro beelden en dergelijke opgenomen. Ik weet niet of ik dat nou gefilmd had. Maar toen werd Suus gebeld. Ja. En toen gebeurde er iets. Maar wel iets leuks, maar ook iets minder leuks. Ja. Suus werd gebeld door iemand die vanavond naar het theater zou gaan. Naar Sound of Silence. Ja. Allemaal Simon en Garfunkel nummers. Heel tof. Maar ja... Die kan helaas niet door omstandigheden. Dus of wij de kaartjes wilden hebben. Dat was natuurlijk wel heel jammer voor haar. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Jij? Ja, ik ook. Want ik ben gek op Simon & Garfunkel. Ja, ik ook. Dat is echt jeugdsentiment voor ons. Jeugdsentiment. In de auto hadden mijn ouders vroeger een cassettebandje. Ja. En draaiden ze op vakantie naar Oostenrijk. Leuk. En dan heen en dan omdraaien. En dan weer de andere kant. Ja. Dus ik heb ontzettend veel zin om daarheen te gaan. Dat snap ik. Dus gauw even geregeld dat het goede kaarten werden. Ja, echt heel tof. Want het waren natuurlijk geen rolstoelplekken, wat heel logisch is. Dus ik zei van dan moeten we eigenlijk wel eventjes kijken of we hem kunnen omboeken tot een rolstoelplek. En we gaan naar Theater Kool heet dat, hè? Ja. Met een C. Ik ben daar uiteraard nog nooit geweest. Maar echt, dat was geen enkel probleem. We houden de privileges die bij de kaartjes hoorden die gekocht waren. Ja. Maar krijgen toch rolstoelplekken. Ja. Dus dat is natuurlijk wel echt super. Ja. Dus we gaan het zien. Je moet eigenlijk straks de binnenkant van het theater even filmen. Ja. Want dat ziet eruit als een koolblad. Echt? Ja. Weet je dat wel... gaan we inderdaad even filmen. En dat is voor jouw kijkers wel leuk. Want het heet ook kool. Omdat hier in de regio ontzettend veel kolen. Oh, maar dan toch kool, met een C. Kool, maar het, van koel. Oh, wat maar grappig. Kool met een K. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. En we gaan het hondje van diegene van wie we de kaartjes hebben gekregen even uitlaten als tegenprestatie. En we gaan nog wat leuks kopen natuurlijk, hè. Ja. Want we moeten er wel eventjes flink in het zonnetje zetten, vind ik. Ja, daarom. Dus, dus dat gaan we even doen. Maar eerst even... Suus is even aan het painten. Ja, even stiekem een klein stukje hoor. Helemaal. Ik kijk wel toe. En we drinken cola, want we hadden heel veel dorst. We zijn een rondje met Kaya aan het lopen. Tenminste, ik natuurlijk niet lopen, maar dat is Kaya. Kaya. Oh, Kaya moet even iets doen. Oh, ben je er weer? Kaya, kom maar. Kom. Maar hier ruikt het zo lekker. En kijk,
Het is echt herfst, jongens. Zo mooi. Daar gaan we. Roepen daar eens. Kaya. Hi. Hey, zo mooi. Zo gezellig. Gaan we lopen. Ga je mee? Nou, kijk eens. Wacht, ik ga het even anders doen. Kijk. We hebben pompoensoep met spekjes. Oh, het ziet er lekker uit. En ik heb zowaar de pompoen gesneden. Je wilde het niet weten, maar we hebben vergeten het is zonder, te filmen. Het is zonder bloed gelukt. Ja, dat ging hartstikke goed hoor. Oh, en mijn lippenstift is een beetje gek. Dat ga ik straks doen. Geen idee of je me kan horen, maar we zitten inmiddels in het theater. En dit is dus Theater Kool, maar dan met een C. En Suus heeft me net iets leuks uitgelegd. Kan je het nog een keer uitleggen? Nou, de binnenkant van het theater, als je rondkijkt, en Jacques was allemaal even filmen, dan zie je de nerven van de bladeren van de kool. Echt heel leuk, moet je kijken. Dat is dus daar. Is dat echt... Inderdaad, koolbladeren. En hier zie je het iets minder goed omdat het iets dichterbij is. Maar is dat ook het geval? Oh, en mijn hoesje gaat er vandoor. En dat vind ik echt zo grappig. En we zitten echt super dicht bij het podium. Echt hele goede plekken. Nou, dat wordt genieten. Theater. We zijn natuurlijk in theater. Moet je kijken, wat leuk. Daar ook nog een bloem. Maar die vogels zijn leuk. Dat is echt heel tof. Nou, dagje met Suus zit er weer op. De voorstelling was echt prachtig. Echt tot tranen toe soms. Ja, dat was, absoluut. Dat hebben ze goed gedaan, die gasten. Ja, dat was echt heel erg mooi. Ik moest een beetje wennen aan de praatstukjes. Want het zijn volgens Suus West-Friese. En ja, ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Nee, de West-Friese humor moet je echt gaan begrijpen inderdaad. Echt het gevoel wat ze in de liedjes legden, waren ze ook direct kwijt als ze stopten. Dat idee kreeg ik er een beetje bij. Maar het was wel echt heel erg leuk. Ja. En het was vandaag heel erg leuk. Ja, dus, maar weer veel te kort, hè? Ja, dat is wel waar. Maar is hier nog maar... Nou ja, bijna 13 uur. En dan moet ik nog naar huis. Ja. Het zat niet helemaal in de planning. Want eigenlijk moet ik de vlog voor morgen ook nog editen. En of de vlog die morgenochtend online moet. En ik moet nog bullet journalen. Maar ik denk dat ik dat morgenochtend ga doen. Ja, en ik moet denk ook nog dat editen. Ik gewoon naar bed ga. En ik heb nog een editklus liggen. En daar dacht ik net aan. Toen dacht ik, oh. De Q&A van vanmiddag, die wordt leuk. Ja. Dat wordt echt een dingetje. Ja. Maar goed, ik ga naar huis rijden. Jij gaat lekker naar huis rijden. Het was super leuk dat je er was. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, zondagochtend. Wat was dat een toffe dag gisteren. Echt super, super leuk. Het was natuurlijk onwijs leuk om de hele dag met Suus te zijn. We hebben echt heel veel leuks gedaan. Veel video's gedaan, maar ook lekker bijgekletst. Ze had lekkere soep gemaakt. En nou ja, gewoon echt... Echt heel gezellig. Maar ja, toen onverwachts naar het theater. Dat zat natuurlijk niet helemaal in de planning, maar was onverwachts gaaf. Ja, de liedjes van Simon & Garfunkel vind ik sowieso heel tof. Dus dat was gewoon heel gaaf. Maar ja, daardoor was ik pas om 12 uur thuis. Heb ik niet meer de video kunnen editen. Dus dat heb ik vanochtend vroeg gedaan en die staat nu, het is nu 10:10, nog steeds te renderen. Bleek ook gewoon weer een lange video te zijn. Dat zal je altijd zien. Dus die hoop ik voor 11 uur online te krijgen. Daarnaast had ik gisteren eigenlijk ook mijn pagina van mijn bullet journal moeten opnemen. Dus dat doe ik ook vandaag. Dan doe ik er twee. Ik was er gisteren al wel aan begonnen. Dus ik heb hem deels gisterochtend gemaakt. En deels vrijdagavond gemaakt. En deels dan nu. Ja, zo moet je het soms een beetje creatief nemen met de challenge, vind ik. En nu ben ik aangekleed. Ik heb mijn Harry Potter trui aan, want het is koud. Dus die is lekker warm. En om 12 uur, ik denk even voor 12, ga ik naar beneden. Dan ga ik even naar Pama. En dan zakken we af naar de tram om naar de film te gaan. Daar heb ik ook heel veel zin in. We gaan naar Downton Abbey met z'n drieën. Mijn ouders hebben vrijkaartjes gekregen van hun buurvrouw. Dus dat is heel lief. Dus we hoeven
één kaartje bij te kopen. En dan gaan we gezellig met z'n drieën naar de film. Heel veel zin in. Ik heb de hele serie gezien. Die vond ik al heel tof. Dus die film kan niet anders dan ook heel leuk zijn. Want volgens mij is die met dezelfde cast. Maar goed. Ik ben alweer ruim 2 minuten aan het lullen. Dus ik ga even koffie drinken. Nou, de video staat up te loaden. Dus ik denk dat het wel lukt voor 11. Nee, het is niet gelukt voor 11 uur. Want het is nu 11 uur. Het duurt toch altijd langer dan je denkt. Toen moest ik ook nog een thumbnail maken. Dat duurde ook best wel lang. Maar goed, hij komt online. Dat is het belangrijkste. En ik heb om 11:30 met mijn ouders afgesproken. Het is nu dus 11 uur. Ze belden net of ik om 11:30 naar beneden wilde gaan. Natuurlijk, dat is goed. Ik neem de camera niet mee naar de bioscoop. Want ik gok dat ik gisteren ook al heel veel materiaal heb om in de vlog te stoppen. Dus dan zie ik jullie gezellig weer als ik thuis ben. Er zit wat aan mijn vinger. Want in de bioscoop mag ik toch niet filmen. En als er wat leuks gebeurt, kan ik het altijd nog met mijn telefoon filmen. Zo, ik ben weer thuis. Het was een prachtige film. Echt onwijs leuk. Ik weet niet wie van jullie de serie Downton Abbey heeft gezien. Maar de film is echt een prachtige aanvulling daarop. Dus als je hem gezien hebt, probeer echt naar die film toe te gaan. Want je gaat van begin tot eind genieten. Tenminste, ik wel. En papa en mama hebben ook genoten. Die vonden hem ook super tof. Dus ja, dat was gewoon echt heel erg leuk. Nu moet ik even een beetje bijkomen. Want je wordt altijd een beetje rozig van zo'n film. Ik heb wel alvast even wat dingen gedaan voor. Ik had toch die filmpjes gemaakt over toegankelijkheid en ondertiteld voor mijn werk. Oh, dat gaat over toegankelijkheid. Ik mag die helaas niet delen op mijn kanaal vanwege privacy en dat soort dingen, integriteit. Dus dat doe ik dan ook natuurlijk niet. Maar ik moet ze wel even verborgen op YouTube uploaden om ze op mijn werk dan weer online te kunnen zetten op de plek waar dat moet. Dus dat heb ik net even gedaan. En nu ga ik even lekker vlogs kijken, wat drinken. En erwtensoep eten vanavond. Oh, ik heb er zo'n zin in. Het is echt lekker. En het weer is er echt zo goed voor. Want het is regen, regen en nog eens regen. Dus ik ga lekker van de erwtensoep genieten straks. Goedenavond, ik ben de hele avond bezig geweest met bullet journalen, want ik had nu natuurlijk nog 2 pagina's te maken en 1 daarvan is deze en dit was zoveel werk. Ondertussen ben ik Radio West aan het luisteren, want onze burgemeester is opgestapt vandaag, dus dat ja, vind ik wel even interessant om dat te volgen. Verder ga ik niet meer zoveel doen vandaag. Ik heb enorme dorst, want ik heb veel te weinig gedronken vandaag. Dus daar ga ik eerst even wat aan doen. En ik ga hierbij ook een eind maken aan de weekendvlog. Vandaag niet zoveel gevlogd, maar ik gok dat gisteren dat meer dan goed gaat maken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat niet gedaan hebt. Ja, een duim omhoog is een like vragen. Ik moet dat misschien meer vragen, maar ik vind dat ook weer zo wat om dat aan het begin van de video te vragen. Want ik vind oprecht dat je een video pas moet een like moet geven als je hem gekeken hebt. En hem een like waard vindt. Maar goed. Anyway, ik zie jullie heel graag in een volgende video. Doei doei!